We zijn aangekomen bij het derde en laatste deel van deze historische context. Er hoort ook weer een nieuwe leidende vraag bij, die staat hier in dit blauwe blok. En we komen dus in de 19e eeuw terecht, tijdvak 8. Dus er horen ook weer andere kenmerkende aspecten bij. We gaan nu eerst eens kijken naar het Congres van Wenen. En dat Congres van Wenen wordt eigenlijk gehouden op het moment dat Napoleon verslagen is. Tijdens het congres ontsnapt hij nog een keer, doet hij nog een tweede staatsgreep, dan wordt hij definitief verslagen. En in Wenen komen vertegenwoordigers van verschillende Europese landen bij elkaar om te kijken hoe het nu verder moet na de tijd van Napoleon, na de tijd van de Franse revolutie. En er zijn eigenlijk twee zaken die uh, uit dat congres van Wenen naar voren komen. Het eerste van is restauratie. De oude orde moet worden hersteld. En dat is de oude orde van voor 1792. Niet per se 1789, dus eh, toen die Franse revolutie begon, maar 1792. En dit houdt eigenlijk in dat de verworvenheden van de revolutie. en dus van de verlichting zoveel mogelijk moeten worden teruggedraaid. Kort gezegd, komt dat er bijvoorbeeld op neer dat oude vorsten weer aan de macht komen. Nou, dat vinden die vorsten natuurlijk prima. En dat ook uh, de, de oude machthebbers van de eerste en de tweede stand, die krijgen weer meer uh, zeggenschap. Dus ja, die vinden dit soort zaken wel prima. Je kunt je voorstellen dat uh, de oude derde stand, hè, het gewone volk, ja, die zijn hier minder tevreden mee. Wel is het zo dat die vorsten zich voortaan aan een grondwet moeten houden. Hè. Dat blijft bijvoorbeeld dus bestaan. Maar ja, de inhoud van die grondwet die is dus veel minder verlicht dan dat die tijdens die periode van de Franse revolutie was. Nou, het tweede punt wat echt uit dat congres van Wenen komt, is het herstellen van het machtsevenwicht in Europa. En er was heel veel oorlog gevoerd in de 25 jaar voor dat congres van Wenen door, uh, ja, door die Franse revolutionaire. En zeker ook in de tijd van Napoleon. En ja, dat moest dus worden voorkomen. Dus er moest voor gezorgd worden dat niet één land sterker kon worden dan andere en zo landen kon gaan veroveren zoals Frankrijk gedaan had. Dus er moest een balance of powers, een machtsevenwicht moest er komen. Dus dat betekende dat, dat, dat uh, de kaart van Europa dat die er anders uit ging zien. En bijvoorbeeld uh, zie je daar boven Frankrijk zie je een oranje land uh, staan. Nederland, België en Luxemburg vormden samen het Koninkrijk der Nederlanden. En dat werd bij elkaar gevoegd in Wenen om ervoor te zorgen dat aan de noordgrens van Frankrijk dat daar een sterk land lag en niet drie kleine landjes, zodat die Fransen minder snel uh, weer naar het noorden zouden gaan aanvallen. Nou, er worden dus heel veel teruggedraaid, maar tegelijkertijd zie je dus ook wel dat er vast wordt gehouden aan bepaalde zaken, waaronder de uh, code Napoleon, die blijft echt wel bestaan, die heeft echt wel een duurzame invloed gehad, ook in het Koninkrijk der Nederlanden. En bovendien zul je zien dat in de 19e eeuw die verlichte ideeën in een andere vorm terug gaan komen, namelijk in verschillende politiek-maatschappelijke stromingen. En dat is een re reactie op die restauratie, hè? Dat, dat terugbrengen van die macht bij die oude machthebbers. Maar het komt ook door de industrialisering. En de sociale kwestie. Er ontstaan verschillende politieke stromingen en bewegingen. En uh, ja, deze vijf die pakken we er even uit. Ten eerste, het liberalisme. die tot belangrijk doel hebben dat uh, het individu zich zoveel mogelijk moet kunnen ontplooien, en zoveel mogelijk dus moet worden vrijgelaten. Uh, het socialisme, uh, die strijden voor gelijkheid en gelijkwaardigheid. Uh, dat komt vooral voort uit de industrialisering en die sociale kwestie. Het nationalisme, uh, waarin de voorliefde voor het eigen volk een heel belangrijke rol speelt. En het feminisme, uh, dat strijdt voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Wat die Olympe de Gouges bijvoorbeeld al gezien heeft met die verklaring voor die rechten voor, uh, voor, van de vrouw. Nou, dat is daar een, een voorloper eigenlijk ook van. Oké, okay, dus uh, verlichte verworvenheden worden teruggedraaid, maar tegelijkertijd blijven die ideeën toch voortleven in deze stromingen. En die stromingen die gaan we in de volgende video's eens nader bekijken.